gin zit er wel heel veel in mijn... Iets geld mee gaan verdienen, ja. Ja, bij jou is echt wonen werk niet gescheiden. Nee. En dan staat hij niet op poten. Minimalistisch. Ja, die haal ik En dit is één grappig. En dit zijn dus al mijn spullen. Die ga ik op slot. Maar vertel eens even, wie ben jij en wat doe je dan precies? Ik ben Willemijn Lijnsen, ik ben 34 jaar, ik ben deze zomer verhuisd naar Middelburg. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Goes. Okay. Ik heb wel daarvoor in Middelburg gewerkt en ik heb de overstap gemaakt naar ondernemen. Omdat ik heel erg hou van groeien en anderen inspireren om te groeien. Dus mijn ruimte verhuur ik aan bedrijven. Het kan van alles zijn voor een teamdag, inspiratiedag, brainstorm sessie, grote bedrijven, kleinere bedrijven. Maar ook trainers, coaches die hier een live dag doen. Ja, dat was vorige keer eigenlijk met Anna dan zo'n dag. Ja, ja, precies. Die had hier een live dag. Heel leuk. En eigenlijk de huiselijke sfeer. Dus wat anders dan in een hotel of een standaard zaal. Maar echt een sfeervolle, unieke locatie. En wat ik bij beide bedrijven doe, ik ga zo de andere even toelichten, is dat 5% van de vuuropbrengst naar kwetsbare jongeren gaat uit de regio waar ik dagjes cadeau geef. Oh, dat is ook dus sympathiek. Ik ben bijna zover. Ik hoop in maart of april mijn eerste dagje weg te kunnen. Dan huur ik een busje en dan rijden we ergens naartoe. En de doelgroep zit in mijn hart en dat maatschappelijke vind ik super belangrijk. Is dat ook je achtergrond? Dan deed je dat in Goes? Ja. Ik kom uit speciaal onderwijs. Ah, okay. Dus als stagebegeleider rolde ik zo het bedrijfsleven in. En dat maatschappelijk ondernemen, dat kun je op heel veel manieren uitdragen. Ja, precies. Dus de hapjes worden bijvoorbeeld ook gemaakt door bakkerijs. En de lunch kan bezorgd worden door verschillende bedrijven. Ja, maar dat hoorde ik je net al, toen jullie het erover hadden. Van, je werkt heel veel samen met lokale ondernemers. Ja, vind ik super belangrijk. Je hebt arrangementen met cafés en restaurants. Ja, klopt. Dus lunch kan bezorgd worden door Rust, door Da Silvano, de Italiaanse broodjes, of door Eigenwijs. En het borrelarrangement is van de Mug of de Timpaan en binnenkort ook de Kloveniersdoelen. Hey, en ik begon er net ook over van, coaches. Er zijn nogal veel coaches, maar jij bent geen coach. Maar wat ben je dan? Ik ben een focus expert. Nou, en wat is een focus expert? Een focus expert helpt krachtige ondernemers om op alle facetten van het leven, dus zowel zakelijk als privé, om met meer overzicht en meer energie meer resultaten te behalen. En meer resultaat is dat dan? Moet ik dan aan financiën denken? Of, Zeker. Ja, ja, maar ook rust. Ja. Want als jij een hele drukke ondernemer bent die zijn kinderen bijna niet ziet en niet meer sport, dan ben je voor mijn gevoel geen succesvolle ondernemer. Nou, dan ben ik dat zeker niet. Ik heb geen kinderen om dan te beginnen. Maar... Nee, maar bij wijze van spreken. Ik geloof heel erg in de balans en de bewustwording. En als jij niet de juiste focus houdt, dan ben je misschien wel heel hard aan het rennen. Maar doe je dan wel datgene wat nodig is om je resultaat te behalen? En wat is dan het meest krachtige wat je nu kan doen? En daar help ik mee. Ja, precies. Dus echt en stel nu dat ik zo'n traject bij jou ga doen. Hoe lang ben ik dan bij jou onder de pannen? Ja, 6 maanden is het VIP-traject. Zo, VIP-traject. Ja, 4 maanden is het reguliere traject. Ik geloof heel erg in het VIP-traject, omdat die met implementatieochtenden werkt. Dus waardoor je echt zelf echt concreet gelijk aan de slag gaat. En niet het excuus kan maken, ik had geen tijd. Het vraagt veel commitment, maar je hebt er de rest van je leven wat aan. Want de theorie toepassen in de praktijk is 1, maar het continueren en het optimaliseren en automatiseren, gewoontes veranderen, kost gewoon tijd. Ja. Dus dat gaat niet in 1 dag. En wie zijn jullie? Mijn naam is Bianca Lobbeso, ik ben onafhankelijk hypotheekadviseur, ik werk ook als zelfstandig ondernemer. En ik doe vandaag mee aan dit ontzettend leuke traject. Ja, en jullie hebben vanochtend al gewerkt? Of, Ja, we hebben inderdaad vanmorgen de uitslag van de powertype test besproken met elkaar. Dat was ontzettend interessant. Heel verhelderend ook over wie ik ben en wat ik kan en wat ik vooral wel en niet moet doen. Dus dat maakt dat ik gewoon een soort handvat heb voor mezelf waarmee ik verder kan om dus inderdaad meer focus te brengen op hetgeen wat ik... Maar je zegt de powertype, dus nu is er een soort omschrijving van jou die dan... Een soort karakterschets of wat is dat dan? Ja, het is inderdaad een soort van omschrijving van je persoonlijkheid, van je talenten, van je kwaliteiten. En waar ligt jouw, weet je nu waar jouw belangrijkste kracht ligt? Ja, dat weet ik zeker inderdaad. Okay. Ja, ik ben een leider en dat voel ik al wel heel erg in mezelf. Dat breng ik ook naar buiten natuurlijk door het zelfstandig ondernemerschap. Maar ik ga dat nog meer neerzetten in
In het werk wat ik doe. Je gaat eigenlijk focussen op je leiderschapskwaliteit. Ja, eigenlijk ja. wel. Ja. En ik ben ook heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Maar dat gaan we dus vanmiddag met elkaar bespreken. Ja, dus, ja. En in de praktijk zal dat ook blijken, denk ik. Ja, ook nog. Zeker. En jij? Ja. Ik ben Martine van Pelt. En ik heb kindercoachpraktijk over kindercoaching. En daarnaast werk ik in het onderwijs. En hier vandaag bij Willemijn een stukje focus. Natuurlijk vandaag echt gestart. Heel inspirerend en smaakt zeker naar meer. Ik ben ingestapt bij Willemijn. Je ziet door de coaches het bos niet meer, zeg ik wel eens. Maar ik heb wel iemand nodig die het echt concreet maakt. Ja. Die gewoon concreet ook met je meedenkt. Ik mis wel eens mijn overzicht. Ja. En dan heb ik het zo druk dat je jezelf wel eens even kwijt bent. Of ja, kwijt bent dat je vergeet dat je er zelf ook nog bent. Ja. Dus ja, het is voor jou ook gewoon een hele nuttige... Ja, het was lastig, want ik dacht een hele dag. Ja. Kan helemaal niet, hartstikke druk joh. Ja, maar soms is het tijd investeren. Soms moet je jezelf eens even dit gunnen. Ja. Maar jij gaat niet de 6 maanden vol doen dan? Ja. Oh wel. Ja. Er zit één man ook in het traject hoor. Die is afgelopen zaterdag geweest. Die komt uit de omgeving van Utrecht. Maar die komt vandaag niet vanwege... Dus mannen zijn ook van harte welkom. Zeker, ja. Nou, dan ga ik nog heel even bij je binnenkijken, want het is toch een heel andere opstelling dan de vorige keer. En, mag, ja. Dan wens ik je gewoon heel veel succes met ondernemen in Middelburg. Leuk dat je hier bij komen wonen en werken. Ja, heel leuk. Dank je.